Welkom bij Studio Sanel. Ik vertel jullie graag wat meer over de Vadio AV Bridge Mini en de AV Bridge 2X1. Twee oplossingen die verschillende systemen bij elkaar kunnen brengen en zo kunnen zorgen voor een streaming of een videoconference integratie. Om dit beter te tonen schakel ik even over met mijn ARIC KL3. Eigenlijk kunnen we de slides beter tonen. Zo. Dus de Vadio AV Bridge Mini, half size, half rack size, heeft een uitgang in USB 3.0 om te integreren dus met streaming of videoconferentie oplossingen. En die tot een full HD resolutie. Hij heeft een HDMI input, bijvoorbeeld dus een camera, wordt onmiddellijk omgezet naar een stream. En dus simultaan een USB 3.0 uitgang. Ook HDMI audio wordt mee ingestuurd. Maar je hebt Phoenix connectoren om een lijn of een microfoonniveau gebalanceerd in te sturen in deze unit. En ook uit te sturen bijvoorbeeld naar een mixer, versterker, powered speakers, etc. Hij werkt met Power over Ethernet Power. Die adapter is bijgeleverd. En je hebt dus een RS-232 indien je zou willen integreren met stuursystemen Crestron, Extron, IMX en aanverwanten. Als je hem koopt, krijg je onmiddellijk de adaptieplaat voor de 19-inch rack-formaten. Krijg je bij, de power injector van Luxul is bijgeleverd en je hebt een 1,8 meter USB 3.0 kabel. Uiteraard ook de Phoenix adapters zijn bijgeleverd. Het interessantste is natuurlijk, hoe pas je hem toe? Je past hem toe, je hebt één HDMI-ingang, dus indien je switchers, mixers of wat dan ook hebt met multiple camera's, kan je zo meerdere camera's aansluiten als je dat wil op die HDMI-ingang. Verder sluit je de USB 3.0 aan op een platform, een PC bijvoorbeeld met een videoconference tool of een streaming platform of wat dan ook. Specifiek, bijvoorbeeld, een lecture capture met in dit geval draadloze microfonie, in dit geval een Vadio RoboShot camera op de HDMI. Je gaat USB 3.0 naar de laptop en je kan onmiddellijk zorgen voor een RTSP of een RTMP stream of een recording. RTMP streaming kan dus ook, met andere woorden, je kan die lecture capture, presentatieopname, kan je dus doorstreamen naar Cultura, Panopto, Opencast, Facebook, YouTube en vele andere. Een andere integratie is een permanente videoconferencingopstelling, waarbij je Vadio ceiling microfoons of tafelmicrofoons kan inzetten bijvoorbeeld. Die ga je aansluiten op de Phoenix connectoren. Je sluit je pan-tilt zoomcamera aan op de HDMI in en vervolgens de USB 3.0 naar de vaste PC bijvoorbeeld, die zorgt voor een Zoom platform, een Teams, Skype en aanverwanten. Dat is de AV Bridge Mini. Meer informatie over de AV Bridge Mini vind je dus op de legrandav.com site en daar vind je dus ook een heleboel video's waar men aansluitingen uitlegt, de overview, hoe zet je de RTMP streaming in werking, een technische training enzovoort. Nu, buiten de AV Bridge Mini ging ik ook spreken over de AV Bridge 2X1. Een beetje het broertje van de AV Bridge Mini. Nu, de AV Bridge 2X1 verschilt van de AV Bridge Mini omdat die twee HDMI ingangen heeft. En de bedoeling van deze oplossing is eigenlijk puur een Vadio Classroom in a Box solution te zijn. Want met die twee HDMI-ingangen creëer je heel makkelijk een picture-in-picture, picture-and-picture, dus een layout, bijvoorbeeld van je laptop en je camera. En dat is typisch juist bijvoorbeeld voor een presentatie of een lecture capture toepassing. Dus twee ingangen, perfect combineerbaar en schakelbaar. Je hebt een HDMI out naar een scherm te kunnen gaan. Je hebt wederom de lijn en microfoon in en outs.
En extra, in vergelijking met de Mini, heb je triggeraansluitingen, contactaansluitingen. Bijvoorbeeld een stepmat. Ik sta hier op die mat en dan veranderen we van layout bijvoorbeeld. Of een IR-triggersysteem en vele andere toepassingen. Ook klassiek serieel aanstuurbaar. En, dat is ook een extra in vergelijking met de Mini, volledig compatibel met een 4x4 Dante Audio Tool. Dus je kan Dante Audio integreren, audio over netwerkkabel. De USB 3.0 aansluiting uiteraard, om weer te integreren met RTMP streaming, RTSP streaming, een videoconferencing tool, etc. En dit is dus de AV Bridge 2X1, heel belangrijk. Picture in picture, 2 HDMI ingangen. Dankjewel.